zelfbewust, met kracht, met omdat je dus, hè, net wat je zei, ik was best... Dat, je was wel op school toen? Ja, af en toe kon ik gewoon een uurtje naar school. En dat was voornamelijk om ook gewoon mijn vriendinnen te zien. Omdat je, ja, als je in het ziekenhuis ligt, dan word je natuurlijk ook best wel eenzaam. Omdat dan echt de muren op je afkomen. En je voelt alsof je dan in twee verschillende werelden eigenlijk leeft. Dus dat ze daar met de limousine me kwamen ophalen, was eigenlijk alsof die twee werelden ook even bij elkaar konden komen. Ja, en toen kwam je bij Pia terecht. En die heeft jou eens flink onder handen genomen, geloof ik. Die dacht, zeker, ziek of niet? Ik ga jou wat leren. Ja, precies. Ja. Nee, ik heb hele mooie tips gekregen. Hebben we samen ook gewerkt van, nou, hoe kan je je stem nog beter ontwikkelen? Hoe komt het nog beter tot uiting? En daar heb ik gewoon tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van. Nou, hoe was het voor jou, Pia, om onderdeel te zijn van zo'n wens? Ja, het was natuurlijk waanzinnig. En ook spannend, omdat je... Dus hè, net wat je zei, ik was best wel streng. Ja. Maar ik dacht ook, belangrijk is dat ze hier ook wat van meekrijgen. Mm-hmm. Dus ik heb te doen alsof ik gewoon mijn workshops, mijn masterclasses geef. Waardoor ik haar weer kan inspireren om echt met interpretatie bezig te zijn. En echt je ziel bloot te kunnen geven in je zang. Ja. En zij heeft... Ik dacht, oh god, ze is heel ziek misschien en zo. En ik kwam binnen en er stond een vrouw met een tiener toen nog, hè? Ja. Met zelfbewust, met kracht, met wilskracht om dit te kunnen en willen doen. En dat heeft mij weer zo ongelooflijk veel kracht gegeven van... Moet je kijken hoe zij daar staat en hoe zij dat eigen nummer Vechtersbaas heeft gezongen. Een prachtig nummer trouwens. En die tekst, en dat doet iets met je. Dus ik krijg daar ook weer iets van mee. Oké, okay. Kijken of wij er zo meteen ook wat van meekrijgen. Want jij gaat het zo meteen voor ons zingen. Pia zei het al, de titel is Vechtersbaas. Maar hoe gaat het nu met je? Op dit moment gaat het gelukkig echt heel erg goed. Ik heb gisteren weer allemaal onderzoeken gehad in het ziekenhuis. Dus ik ben nu bijna 3 jaar klaar. Maar ja, steeds word je onder controle gehad van hoe ziet het er nou uit in je lichaam. En vandaag, net toen ik in de auto hier naartoe zat, heb ik te horen gekregen dat alles helemaal goed is. Oh, gefeliciteerd. Ja, echt super. Ja, jij zou vandaag de uitslag krijgen. Ja. Ja. Dus nou. Ik kan zeggen, het is goed. Ja, nou, heerlijk. Oh, dan ga jij straks helemaal uit volle borst zingen. Dat, zeker. Daar verheugen we ons op, ja. Maar Pia, jij bent ook ambassadeur van Make-A-Wish. Ja, sinds zeven jaar, hè, geloof ik, ja. Dat was je ook al toen Lisanne bij jou kwam, dus. Ja, dat was ik, ja. Ja. En waarom heb je toen in de tijd voor dat doel gekozen? Nou, ik vind dat Make-A-Wish heeft een hele duidelijke visie. Heeft een heel duidelijk doel. En als je voelt aan Make-A-Wish dat ze met z'n allen zo ongelooflijk, niet alleen de schouders, maar het hele lichaam eronder zetten, bij wijze van spreken, om ervoor te zorgen dat stukje zonlicht binnen te brengen bij diegenen die dat zonlicht zo af en toe niet kunnen zien. Ja. En dat inspireert waanzinnig. Ik heb zelf geen kinderen. Maar ik coach veel kinderen. Ik heb neefjes en nichtjes en die zijn allemaal gezond. Dus je staat daar niet zo bij stil. Terwijl als je dan opeens beseft van wat voor impact dat kan hebben, niet alleen op het kind, maar om de hele omgeving. En dat jij daar een stukje aan kan bijdragen om daar ietsje verlichting in te geven. Daar wil je gewoon voor staan. Ja, nou ja, kan het niet mooier.